Dit boek, PRI en de kunst van bewust leven, gaat over gevoel. Het gaat over hoe we ons voelen. Vraag jezelf af op dit moment dat je hier naar kijkt, hoe voel ik me nu? En wie bepaalt dat eigenlijk? Bepaal ik dat zelf? Kan ik mijn eigen gevoel sturen of gebeurt dat ergens anders? Waar komt het gevoel vandaan? Hoe zit het? En voel ik me eigenlijk wel zoals ik me wil voelen? Nou, het antwoord is natuurlijk vrij voor de hand liggend. Want we voelen ons soms misschien wel heel fijn en op andere momenten helemaal niet zo fijn. En daar gaat PRI eigenlijk over. Van waar komt het gevoel vandaan? En wat kan ik doen met gevoelens waar ik last van heb? En misschien wel meer dan last van heb. Misschien heb ik wel gevoelens die zelfs destructief zijn naar mijn eigen leven toe. Of naar het leven van de mensen om me heen. Hoe ga ik om met mijn partner? Hoe ga ik om met mijn kinderen? Hoe ga ik om met andere mensen die ik tegenkom? Dus het zijn grote vragen. En PRI wil je daarbij helpen. Dus dit boek, PRI en de kunst van bewust leven, is eigenlijk een gebundeld, heel compact geschreven boek om je in één keer de theorie en de methode aan te reiken en je daarmee op gang te helpen, zodat je dat zelf kunt gaan toepassen. Het boek heeft een hele duidelijke structuur en dat is ook wel heel belangrijk, want emoties, zoals we allemaal weten, er zijn zoveel soorten emoties. Ze kunnen heel heftig zijn, ze kunnen heel onduidelijk zijn, ondoorzichtig zijn. Dus om op dat doolhof van emoties enigszins vat te krijgen, kan een structuur erg helpen. Nou, dit boek heeft de volgende structuur. Het begint met basistheorie. Ik leg je uit, ik laat je ontdekken hoe dat nou eigenlijk zit. Dat we feitelijk, want daar zal je achter gaan komen, geregeerd worden door ons emotionele brein, zonder dat we dat weten. We denken dat we zelf aan het stuur zitten, maar je zult ontdekken dat dat niet zo is. Het is ons emotionele brein wat heel vaak het voortzeggen heeft in ons leven. Daarna begint het zelfhulpprogramma. Dat bestaat uit 3 fases die samen 9 weken beslaan. Fase 1, daarin leer je hoe je kunt gaan herkennen dat dat emotionele brein aan het stuur zit. Dus waar zie je dat aan? Welke gedragingen, welke gedachtes, welke gevoelens manifesteren zich, waardoor jij kunt herkennen van, ah, dat is niet het rationele brein, dat ben ik niet zelf bewust. Nee, dat is het emotionele brein wat mij in zijn greep heeft. Dat is stap 1. Stap 2, als je dat eenmaal herkent, is hoe kan ik dan toegang krijgen tot dat emotionele brein? Want het brein kan je je voorstellen als een soort kluis en er zit een bepaalde code op. En als je die code kunt kraken, dan kan je erin. Dat is stap 2. Stap 3, als je toegang weet te krijgen tot die kluis van het emotionele brein, is om dan te gaan herprogrammeren wat daarin zit, zodat je niet meer steeds geleefd wordt door dat emotionele brein, zonder dat je het doorhebt. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat zijn de 3 fases die ik in dit boek heel compact praktisch beschrijf, zodat je ze zelf kunt gaan toepassen. Na die 3 fases geef ik je een aantal voorbeelden van mensen die PRI hebben toegepast. En met welke resultaten ze dat dan hebben gedaan. Je ziet de transformatie die plaats kan vinden in een leven wanneer de methode wordt toegepast zoals die is beschreven. Het vervolg daarvan is eigenlijk automatisch, dat zal je zien. Als je PRI echt gaat toepassen dagelijks met toewijding, met discipline, met passie en overgave, dan kunnen de resultaten dusdanig sterk worden dat je gaat ontdekken dat er achter die hele emotionele weerwar waar velen van ons dagelijks veel tijd in doorbrengen, dat erachter eigenlijk bij ieder van ons een goddelijke vonk brandt. En die vinden we in ons hart. Achter al die weerwar en dat doolhof aan emoties. Nou, die goddelijke vonk die brengt ons natuurlijk direct in contact met een spiritueel perspectief. Dus het laatste hoofdstuk van dit boek gaat over PRI en hoe dat staat ten opzichte van spiritualiteit. En hoe PRI je in contact kan brengen uiteindelijk met je hart en met de goddelijke vonk die in jouw hart, net als in dat van ons allemaal, brandt. Hoe kan je dit boek het best gebruiken? Door het stap voor stap toe te passen, door te werken. Het is een werkboek. Begin met de testen doen. Vervolgens werk je door fase 1 heen, dan de rest van de fases. Zorg dat je je niet haast, sla geen stappen over. Ook niet als je PRI al kent, want in dit boek staan weer nieuwe dingen. Blijf bij de opzet zoals die hier is weergegeven.
En je zult zien dat als je met toewijding en met een zekere discipline de stappen zet zoals ik ze beschrijf en Peri dus echt gaat toepassen zoals het bedoeld is, dat je er ook heel veel van mag verwachten, want dan werkt het namelijk echt.